Een hele goede dag allemaal. Wij gaan ons bezighouden met politiek. En zoals je weet, in Nederland dan hebben wij een heleboel politieke partijen. En zo wordt ons land ook geregeerd. In de klas heb ik dat ook uitgelegd. En het bekendste is natuurlijk de Tweede Kamer. Maar we hebben geleerd, je hebt ook een provinciebestuur. Maar we gaan het nu hebben over het gemeentebestuur. En in onze stad, in Dordrecht, daar hebben we een gemeenteraad. En die gemeenteraad die bestuurt de stad en neemt de besluiten. Wat doen we wel en wat doen we niet? Nou, ik heb hier een foto staan. En dit is de gemeenteraad in Dordrecht, die in vergadering bij elkaar is. En nou, die praten hier in het centrum van de stad. Prachtige oude vergaderzaal bij het Hof. Daar vergaderen ze met elkaar. En ze maken daar plannen. En ja, nemen beslissingen die wij toch ook met elkaar wel merken. Wat doen we nou wel en wat doen we nou niet? Gaan we nou juist huizen bouwen of doen we dat niet? En nou is de bedoeling dat jullie of in je eentje of in een groepje ga je een politieke partij oprichten. En dan een partij die zich niet bezighoudt met het bestuur van het land, maar echt bezighoudt met het bestuur van de stad Dordrecht. Dus we blijven eigenlijk heel dicht blijven bij huis. Ik ga het een beetje uitleggen. Want ja, je kunt staatsinrichting alleen door een boek en alleen maar lesjes invullen. En dat is ook best belangrijk. Maar als dat het enige is, dan is het toch ook wel een klein beetje theorie alleen. En met deze opdracht gaan we proberen het ook heel leuk, hopelijk, en ook heel praktisch te maken. Nou, jullie gaan dus een partij oprichten. Dan als tweede bedenk je een naam voor de partij. Je weet, PvdA, Partij van de Arbeid. Nou, zo heb je een heleboel namen. Een partij moet een naam hebben. En dan moet je natuurlijk wel zorgen met een soort treffende naam. Wat heel belangrijk is, het valt me wel eens op, kinderen maken dan soms namen van een partij die ergens tegen is. De partij tegen milieuvervuiling. Of de partij tegen files. Maar meestal is dat niet zo gelukkig. Je kan meestal niet een partij hebben die ergens tegen is, maar juist een partij die ergens voor is. Dus een partij voor het milieu. Een partij voor de recreatie. Een partij voor het onderwijs. Ook heel belangrijk. Nou, goed. Je gaat een partij bedenken, een naam. En een politieke partij die heeft natuurlijk standpunten. Dat zijn meningen. En wat voor partij je ook opricht, over bepaalde onderwerpen moet iedere partij gewoon een mening hebben. Je kan niet in de gemeenteraad zitten en je zegt, nou, wij zijn voor sport, dat vinden wij heel belangrijk. En is er een vergadering, hier bijvoorbeeld over woningen, en dan zeg je, ja, nee, daar vinden wij niks van. Dat kan niet. Je moet, voor de hoofdonderwerpen, moet je standpunten hebben. En ik heb er een aantal opgeschreven, punten waar je een mening over moet vormen. Ik ga ze voor jullie nu eventjes uitleggen en bespreken. Een heel belangrijk punt voor alle steden, ook voor Dordrecht, is het punt woningen. Moeten wij nou meer woningen in de stad gaan maken? Of minder? Moeten dat juist dure woningen zijn? Of moeten dat goedkope woningen zijn? Voor alle punten geldt, zeg niet te snel, nee, niet meer woningen. Je kunt dat wel zeggen, maar bedenk, dat heeft wel consequenties. Als er minder woningen komen, komen er minder mensen in de stad. Als er minder mensen zijn, is er minder belastinggeld, is er minder werk, zijn er minder bibliotheken, minder zwembaden, minder, nou, noem maar op. Dus zeg niet te snel, we willen het lekker rustig hebben, minder woningen, daar zitten nadelen aan. Denk daar dus over na. Als er dan woningen komen, waar komen die woningen dan? Gaan we die proberen in de stad te bouwen, op plekjes die open zijn? Bijvoorbeeld, zou kunnen, hè? Breek de Polyanderschool waar die nu staat af. Maak beneden een school en maak er nog 10 verdiepingen bovenop. Ben je mensen kwijt? Dat is een mogelijkheid. Je kunt ook zeggen, we gaan de polder bouwen. Dus we gaan stukken die nu groen zijn, in de buurt van, bij de Stevensweg, Norbert. Daar gaan we bijvoorbeeld bouwen. En dan gaan we huizen maken, zodat mensen daar kunnen wonen. Komen er minder mensen, meer mensen naar Dordrecht. Is dat een goed idee? Of is dat juist helemaal geen goed idee? Beschrijf dat in je programma. Openbaar vervoer. Moeten er nou meer bussen in de stad komen? Of hoe zorgen we nou dat er meer mensen met de bus gaan? Moet busvervoer misschien gratis worden? Of juist niet? Moet er misschien een tram komen of nog iets anders? Gaan we dat doen of gaan we dat niet doen? Nog een punt wat in Dordrecht heel belangrijk is. Mogen we met de auto in de binnenstad komen? Nou, je kan natuurlijk zeggen, ja, dat is makkelijk, doen. Maar dan zijn we in de file. Is ook niet zo goed voor het milieu.
Of moet je zeggen, de binnenstad mogen helemaal geen auto's meer in. Maar denk daar wel over na. Zeg met geen één punt te snel, ja, dat doen we wel, dat doen we niet. Want er zitten altijd consequenties aan en die moet je bedenken. Nou, een punt wat jullie misschien ook wel interesseren, dat is het punt sport. Moeten er nou juist meer sportplaatsen of sportverenigingen of speelvelden en dergelijke komen? Of moeten die er niet komen? Maar bedenk wel, als je dat zegt, die moeten er komen, die moeten ook onderhouden worden, moet ook betaald worden. Dus daar moet je ook over nadenken. Je kunt niet alles zomaar doen. Een heel belangrijk punt tegenwoordig is het punt vuurwerk. Vuurwerk, nou ja, een hoop kinderen vinden het leuk, een hoop mensen ook, maar iedereen weet het is gevaarlijk. Dus in steeds meer steden komt de discussie, moeten we dat vuurwerk gaan verbieden en zeggen er is alleen maar een vuurwerkshow? Of gaan we door met een duur woord, heet dat, het consumentenvuurwerk? Dus dat je gewoon zelf vuurwerk af mag steken. Denk daarover na. Je kan wel zeggen, ja, even, dat doen we gewoon, dat vinden we leuk. Maar denk ook na over die vingers die er misschien afgaan. Vind je dat dan een probleem of niet? Nou, denk daar eens over. En heel belangrijk, als je als partij wil opvallen, dan is het ook mooi als je een heel eigen punt hebt. Een eigen onderwerp wat vooral jouw partij heeft. Misschien, ja, ik bedenk maar wat. Misschien heeft jouw partij wel een heel goed standpunt. Wat niemand heeft. Over misschien dat je ergens gratis boeken kan lenen. Dat je gratis iets kunt doen. Dat er iets mogelijk is. Een speciale mogelijkheid voor spel of voor andere recreatie. Probeer eens iets origineels te bedenken. Dat je zegt, nou, dat hebben andere partijen niet, maar onze partij wel. Want daar val je dan ook door op. Nou, die punten, wat je dan daarvan vindt, dat ga je beschrijven in een partijprogramma. Die punten, die onderwerpen bij punt 3, die werk je uit. En je schrijft op wat jullie partij vindt. Bedenk wel of die punten die jullie willen, of die ook wel echt kunnen. Je kunt wel van alles zeggen, maar soms dan weet je gewoon van ja, dit kan gewoon niet wat wij willen. Dan moet je het ook niet vinden. En als je het gaat doen, hoe ga je het dan aanpakken? Dat is heel belangrijk. Als jij zegt van, er moeten veel meer zwembaden komen. Waar moeten die zwembaden dan komen? En wie gaat het dan betalen? En wie gaat het onderhouden? Daar moet je over nadenken. Nou, zo maak je dus een partijprogramma. Je kunt zelf natuurlijk bedenken, als je nou in je eentje een partij maakt, ja, dan schrijf je natuurlijk alles in je eentje. Maar stel je nou voor dat je met z'n drieën de partij maakt, dan kun je natuurlijk ook zeggen van, nou, de één beschrijft de punten A en B, de ander doet C en D. En later wissel je die punten bijvoorbeeld uit en overleg je het elkaar. Dan ga je ook nog een mooie poster maken. Een mooie poster op A4 formaat waarin jouw partij goed en duidelijk opvalt. En als je het leuk vindt, dan kun je ook nog een reclame, dat heet bij politiek propaganda, een propagandafilmpje kun je maken waarin je nog eens een keer duidelijk vertelt waarom jouw partij de beste partij is. Nou, dat is best een grote opdracht, daar mag je ook een paar weken over doen. Maar ik hoop dat jullie met hele goede dingen komen. En als het nou klaar is, helemaal aan het eind van de rit, ik hoop dat we elkaar dit schooljaar toch in de klas nog een poosje terugzien, dan gaan we er in de klas mee verder, want dan gaan we namelijk met elkaar discussiëren. En dan gaan we een lijsttrekkersdebat doen en we gaan al die partijen met elkaar vergelijken en iedere partij mag zijn standpunten weergeven. En dan wordt er één partij die wordt aangewezen als winnaar. Dat is dan de winnaar van de verkiezingen. Van onze eigen groep 8. Nou, ik reken op jullie. Maak er wat van. Doe je best. Als er vragen of onduidelijkheden zijn, of misschien heb je nog hele leuke tips of ideeën, dan hoor ik ze van je. Zet hem op, hè.